Het is toen eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger geworden qua agressie. Toen was het eigenlijk overal wel een keer feest. Ja, het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Uiteindelijk is het zo ver opgelopen dat ook Sharon dusdanig bang voor mij werd dat ze heeft gezegd van tot hier en niet verder. En die is toen ook een tijdje weggegaan. Omdat het gewoon niet meer houdbaar was. Ze zegt van ik ben echt bang dat je mij gewoon een keer iets aandoet. Ook toen ik terugkwam, konden mijn ouders, die konden niet wennen aan mij, want ze vonden mij heel hard geworden. Ik kan niet meer tegen drukte. Zet mij niet in een drukke menigte, want ik word gillend gek en ik vlucht. Ik kan het niet meer hebben om echt in een ontzettend druk omgeving te staan. Dan word ik heel nerveus. Dan is het in één klap weer al uit. Ik zoek naar een uitweg. Ik moet weg. Ja, ik vertel dan wat PTSS is. Dat een soort trauma is. Die hij over heeft gehouden aan zijn militaire dienst. Omdat hij daar... ja, hele erge dingen heeft meegemaakt en dan schrikken ze meestal wel van, wow, dat is dan wel heel heftig. En als ze dan vrij zeggen, ja, maar wat gebeurt er dan bij jou thuis? En dan zeg ik, van ja, mijn vader kan om niks, kan hij heel erg boos worden. En dat is dan niet zoals dat bij jullie thuis gaat, dat je jullie pap je naar je kamer stuurt. Dus ook bij ons wordt dat dan meteen een heel erg conflict. En dan gewoon, een hele erg ruzie in jullie geval.